Zeg, die kerel die riep gewoon gay naar mij. Weet je wat dat betekent? Ik denk vrolijk of gelukkig in het Engels. Ja, maar ik ben eigenlijk wel gelukkig met mijn nieuwe iPhone. Maar hoe is die dan eigenlijk? Gay is toch gewoon het Engels voor homo? Weet toch iedereen? En dat betekent dat mannen op andere mannen vallen. Maar er is nog veel meer en dat gaan we nu voor jullie uitleggen. Lesbies, dat betekent dat meisjes op meisjes vallen. En er is een biseksueel en dat betekent dat je beide geslachten verliefd kunt worden. En we hebben deze video gemaakt als je nu al iets hebt van what? Biseksueel? En allemaal samen voor mensen. Ho-le-bi. Hollebi. En je hebt natuurlijk ook nog panseksuelen die gewoon op mensen vallen en zich niks aantrekken van gender. Gender? Gender? Huh? Yep, gender. Gender is eigenlijk hoe je jezelf voelt. Zoals jongens of meisjes of misschien is het helemaal anders. Ah, wacht. Heeft dat dan ook iets met transgender te maken? Jazeker, want soms komt je gender niet helemaal overeen met je geslacht. Oeh, dus je geslacht is iets anders? Jawel, maar alles daarover vind je in deze twee filmpjes. Amai. Kun je dat nog eens één keer herhalen? Tuurlijk. Als homo val je op mannen. Lesbische vrouwen vallen op andere vrouwen. En biseksuelen vallen op allebei. Kortom, holibi. En panseksuelen, die vallen op mannen. Oh nee jong, die trekken gewoon niks aan van gender. Klik dus nu maar snel op de andere filmpjes. Want er is nog veel meer te vertellen. En wat gaat je nu doen? Ah wel, wees op wat filmpjes gaat checken. Ja, dat vind ik een goed idee. Ah, maar ik word daar dan toch niet gay van, hè, van die filmpjes? Maar nee, gij. Allee, vrolijk gay, hè. Gay, dat wel.